Voel vrij toon al die kenmerken van de revolutie. En ongelukkig ook die ongemakkelijke stilte wat volgt na die overwinning. Want basically, ek die Suid-Afrikaanse raakgeskiedenis verstaan. Je weet, het begin af bij Voel vrij, like in my kop, en dan gaan het soos noodles toe. En maar als hier die massive gap soos tussenin, je weet, misschien is Manga Groove, like waar else, dis soos tussen die twee of iets. In die vroege 90's begin die Voel vrij kunstenaar suksesvolle loopbane in die skaduwee van Steve Hofmeyr. Jong Afrikaners sukkel om een stem te vind in die naloop van apartheid, en vir jare is daar min vernieuwing. Of so lyk dit. Mensen soos Valley en Swaar het voetsporen gekry om te volg, maar rockmuziek als die gewete van die Afrikaanse samenleving het definitief vervaag. Jy weet, in die vroege 90's was daar nog steeds die hangover van alles is geband. Ek meen... Die 90's was Afrikaanse groeipijn geweest, zou ik zeggen, van die nieuwe Afrikaans. Het is altijd net groeipijn. Het is altijd niet van die 90's. Ik denk het was stil. Early 90's, ik denk je Afrikaanse mensen of Zuid-Afrikaanse mensen voor dat, maar er is baie maal oorgelever aan internationale markt. Grunge was groot. So, was een beetje van een lal geweest in Afrikaanse muziek. In die 90's het plaaslike kunstenaars voor de eerste keer een realistische kans op internationale succes. Intussen word Seattle bands soos Nirvana, Pearl Jam en Alice in Chains die stem van generatie X en beïnvloed Lithium, Squeal en ander Suid-Afrikaanse bands. In hierdie tyd kies baie opkomende Afrikaanse muzikante om eerder in Engels te sing. Dis exactly dit, want ons het nie Afrikaanse muziek gekry op haar stadium wat ons regtig interesseer nie. Maar om terug te komen naar die Newcastle toe, ek dink ons het Engels gesing, maar net omdat al ons influences Engels was op haar stadium. Die bands, ek dink wat hulle gedoen het is hulle het bewys aan ouens en die ouens wat toe in die audience was, en is al iemand soos Wynand van Fokker Police Cigarettes, Leiden Cigarettes, is dat jy kan het doen. Jy en jou chommies by Varsity kan een band begin en jy kan op tour gaan, op die stadium het die markt begin groei. Terwyl Engelse bands die alternatiewe beweging lewendig hou, is al Afrikaanse eweknieë minder sigbaar. Toen was het die Carols, die Naaimachine, Valley en Swart, Batterij 9. Ek sou sê, dat was ook al een lekker underground scene geweest. Ja. Die volgende ontwikkeling betrap zelfs die jeugd onkant. Batterij 9 slaan vooropgestelde ideeën voor Afrikaanse muziek die nek in, met een kwantumsprong naar industriële rock. Voortaan word die angle grinder ook als instrument erken. Ik denk aan die ene kant was industriële muziek die tijd gewild, so wat... met 90's, omdat het wereldwijd gewild was. Maar op die Kaapse vlakte is daar al van die laat 80's af nieuwe roeringe. Een paar Prophets of the City tracks stel Afrikaans bekend aan hip-hop. Hulle bereik meer dan 500,000 kinders van alle achtergronden met skooletoere wat bewust zijn van sociale kwesties soos dwelmmisbruik en politieke verantwoordelijkheid bevorder. Ik wil zeggen, dank je voor je oor, dank je voor je oren, dank je voor je tijd. Zaden was een plan, water was gewoon die boom groei. Kom, ons blik vruchten, hier is Tutsvinger. POC het die ding begin in die 80's samen met Black Noise en so aan. Hulle was baie politisch geweest, ne? POC. There we go, the first black man who voted in South Africa. Hulle was bereid om die voet voor hem te zetten, hulle was bereid om die kop op te leggen. Hulle sê, as jy jou kop op leg, hy is hoog van die mense eim. Hulle het actually vir my die idee geskep dat sy het nou een medium om jou voice te lig. Uit POC groei die legendarische Brasse van die Kaap, Freddy D, Mr. Fat en Hammer, rap van die middel 90's af in Afrikaans, in een dialect wat 10 jaar tevore dalk nie die binnenkant van een Suid-Afrikaanse studio so kon sien nie. 1994, toe begin ons te record in een klein bedroom studio in Mulberry. Afrikaans in die township, like die lingo was popular en was funny. So ek sê, dat was een boerkie Afrikaans, dit was meer like, yo. Mensen in die townships Afrikaans. Brasse van die Kaap speel in die laat 90's bij verskeie feeste, onder andere bij KK&K's Cactus op die vlaktes in 1998. Die jaar tevore is Miriam Makeba met de bierblik gegooi op die verhoog, maar hierdie jaar is het anders. Die mens was
open. Al die Afrikaanse sprekermense, hulle sê, ja, rap in Afrikaans, dis cool. So dit is, hulle is een van die min groepe wat die kleur skeidslijn kon oorbrug, lyk het my. Kan ek die Suid-Afrikaner sien met die peace sign hoog op in die lucht? Peace! Music is what unites us. Fuck this shit, all this bullshit politicians are telling us today. Fuck all that shit. This is about me. It's about you. Music brings us together. Suid-Afrikaners, start up! As you can't flex, you can't flex. But as you can't flex, you can't flex. But money seems on your bed, money bears on your black. Here comes the scene van music is universal. Kijk, as rhythm is in my blood. So as ek op hy ritme kan saai van jou music, dan is ek musie vreemdeling. Die hoogtepunt van hulle loopbaan is ek voor 15,000 mense by die Opiekoppie main stage. Sit jou hande op, sir. Seker, want al die sieke foto's nog altyd, die memory is daar. Hy was an eye-opener. Doe, weet ek, hy is iets in die broei, jong. Ja, sorry man. Die nuwe millennium bring 'n nuwe stem en 'n nuwe stemming. Karen Zoid spring van die sypaadjies van Johannesburg na die middelpunt van 'n nuwe revolusie. Johannes Kerkel en Koos Kombuis het die FOK baie sterk geparodieer. En die rol van parodie is beide huldiging en beskuldiging. En dis ook iets wat Karen Zoid later gedoen het met Afrikaners is plesierig. Dit is 'n uitdaging, dit is 'n direkte uitdaging aan die voorvaders. Dit is 'n monumentale lied daai. Dat het die ou goed gevat en het met die nieuwe gemeng. Jy is cool, jy is cool en jou mond met aqua fresh. Die impak van haar muziek is so groot dat die media 'n nieuwe geslag Afrikaners na haar vernoem. Maar die sogenaamde Zoid-generasie val nie so makkelijk onder een naam nie. Wat is die Zoid-generasie? Ek denk nie as Karen Zoid weet wat die Zoid-generasie is nie. Ek denk nie al is so iets nie. Eindelijk het die oud moes eindelijk maar net een artikel geskryf en soort van sy punt probeer staaf en toe dat die term gekoin en toe word het nou die ding wat ek een opinie oor moet hee wat ek eindelijk het nie. En dan maak hulle so, baby sy nog leef.